aankomst met de trein in Valkenburg, een middeleeuws toeristisch stadje in het midden van de heuvels van Zuid-Limburg. Dit gebied is het enige gebied in Nederland met heuvels, de rest van Nederland is relatief vlak. Onder het oppervlak bevindt zich een gevarieerde geologie, gedomineerd door kalksteen uit het Krijttijdperk. Dit 70 miljoen jaar oude overblijfsel van een tropische, warme zee is vol met prehistorische sporen, zoals skeletten van roofzuchtige maashagedissen. Inchecken in ons hotel, de Burghoeve. In de heuvels rondom Valkenburg ontdekten ze duizenden jaren geleden een zachte gelige steen genaamd mergel. Het is een steen die wordt gebruikt voor het bouwen sinds de tijd van de Romeinen. De steen is gemakkelijk te snijden met behulp van metalen gereedschappen, dus het was gemakkelijk te gebruiken in de Romeinse stijlkeer en het is nog steeds in gebruik als een bouwmateriaal. Door de steen gedurende duizenden jaren te zagen, ontstond een groot grottenstelsel in de heuvels rond Valkenburg. Hier zijn we in de grotten van de stad een groot grottenstelsel met meer dan 200 kilometer van grotten en tunnels. Delen van het grote systeem zijn open voor het publiek. Hier maken we een treinreis door de grotten.
Aan de overkant van de gemeentegrotten is de ingang naar de fluwelen grotten. De fluwelen grotten hebben een wandeltocht door de grotten. De grottoer eindigt op de top van de heuvel in de ruïne van een meer dan 1000 jaar oud fort. Het werd voor het laatst vernietigd in 1672 tijdens de 80-jarige oorlog door Nederlandse troepen terug te trekken die wilden voorkomen dat de oprukkende Franse troepen het fort zouden gebruiken. Hier is een model van hoe het fort er vroeger uitzag. Het werd gebouwd met de lokaal beschikbare mergelsteen. Hier gaan we een andere heuvel op, de Heunsberg, met een stoeltjeslift naar de top, waar de Wilhelminatoren zich bevindt, van waar u een verbluffend, spectaculair uitzicht heeft op de omgeving en het centrum van Valkenburg. Vanaf de jaren 1800 is Valkenburg een belangrijke toeristische stad geweest. De lokale economie is volledig afhankelijk van een goede toeristenhandel. Het oudste VVV-kantoor in Nederland werd in 1885 hier in Valkenburg geopend. Valkenburg is een stad die centraal gelegen is op slechts ongeveer 16 kilometer van Maastricht en ongeveer hetzelfde is voor Heerlen en Aken, Duitsland. Er is altijd wel iets gaande in het seizoen. En in de winter hebben ze een kerstmarkt in de fluwelen grotten. De temperatuur in de grotten is altijd 12 graden. Dus zeer comfortabel in de winter. Wanneer je in de buurt bent, zorg er dan voor dat je Valkenburg bezoekt. Je zult niet teleurgesteld zijn.
Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.